De 103 acts die de auditieronde in Heineken Musical hebben overleefd, hebben geen idee wat hen vandaag te wachten staat. Maar weten wel dat de groep nog steeds veel te groot is. Kortom, the heat is on. Met jou. Het ziet er goed uit, Ferry. Wow, wat is er gebeurd sinds de auditie? Sinds de auditie staat alles op zijn kop. Dus echt zo vaak. Ik ging boodschap doen en wilde iemand met een foto. En ze hebben het allemaal over me bij de kassa. En het is gewoon zo cool. En daar staat de jury van X Factor. Erik van Tijn, Stacey Rookhuizen, Angela Groothuizen en Gordon. Ja, en grijp die kans, hè, want voordat je het weet is het te laat. Jullie zingen straks allemaal één nummer. En direct na afloop bepalen wij of dat je doorgaat... of dat X-factor voor jullie hier voorbij is. Volgende mensen mogen naar de hotseat. Carolina, 6016. Carla, 742. Daarom ben ik er heel erg mee aan het werk gegaan. Ik heb elke week een zanglesje gevolgd van een uur. En echt hard gaan trainen daarvoor. En ik ben ook niet meer uitgegaan. Want als ik uitga, schreeuw ik heel veel en word ik best wel vaak schor. Dus mijn stem is gewoon helemaal goed. En ik laat gewoon zo horen wat ik in huis heb. Spannend! In de foyer wordt er volop gejamd. Ed zit aan de vleugel en bewijst wederom dat zijn blindheid geen enkele belemmering voor hem is om iedereen mee te krijgen. Wat heeft dat met je gedaan? Het heeft me gesterkt om nog beter mijn best te gaan doen om te kijken hoe ver we kunnen komen. Ja. Yes, I'm all down for you, baby. Ik ben er klaar voor. X-Factor. Optreden in Heineken Musical, dat was hartstikke geweldig. Ja, het eerste nummer, This Ain't Gonna Work, dat viel tegen bij Erik van Tijn en Gordon. Dat kwam voornamelijk omdat ik bij het tweede couplet naar beneden rende en om de jury heen. Maar uiteindelijk had ik toch wel het publiek gelukkig wel mee, waardoor Angela en Stacey een twijfel kregen. En kreeg ik een tweede kans. Ferry, kan je nog om met de enorme druk van het favoriet zijn? Niet echt. Jawel, jawel. Ja, het valt wel mee, toch? Het is leuk, maar het is... Nou, ik kan me herinneren dat Erik van Tijn jou echt een enorme pluim gaf. Jij bent, wat mij betreft, serieus waar, een van de topfavorieten voor die jongens. Echt waar. Fantastisch. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan moet ik vandaag nog maar eens even waarmaken. Daniel Landers, zoon van Dallas-actrice Audrey, kreeg complimenten tijdens zijn auditie. Maar de jury had ook wat bedenkingen. Ja, yeah, it was over the top. Very American. I'm used to doing things a totally different way. In America, everything is very big and very in your face. And here, I think you don't need to do that as much. So I learned a lot last time and I came prepared to do what the judges asked me to. De personen voor de volgende chorus line zijn Daniel. Whatever I do, I know I'm going to give it my best. I'm going to do it with a smile on my face. Ferry. Ik ben er wel klaar voor, maar dat ik nu een stempel favoriet heb, is toch wel lastig. Want ik moet toch wel weer bewijzen dat ik toch wel een huis heb. En Amin. Ik ben juist gekomen om te laten zien dat ik toch talent heb. Wat ga je zingen? Grenade van Bruno Mars. Oh, dat past wel bij stem ook, denk ik. Hè? Van deze auditieronde zijn onze verwachtingen hoog gespannen. We zijn vandaag al een paar keer teleurgesteld van mensen waarvan we dachten die heel erg goed waren. En die gigantisch door de mand zijn gevallen. En die zijn ook linea recta naar huis gestuurd. We beginnen met Amin. Ik hoor niks. Ja, als jij niet zingt, hoor je niks. Ik hoor de band niet. Je hoort de band niet, oké. Okay. Easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Mad, bad. Dit is natuurlijk waardeloos. Nou, we geven je nog even een kans. Easy go, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Mad. That's just what you are, yeah, you smile in my face. Rip the brakes out my car. Give you all I had and you tossed it in the trash. Tossed it in the trash you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand.
catch a grenade for ya. Throw my head on a plate for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. And I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. Dankjewel. Ja, dankjewel. Uiteindelijk. Hij nam zich heel knap. Maar hij trok het niet. En dat ligt toch eigenlijk aan hem. Ik had meer verwacht. Amen. Naar de X-lift. Dat ging niet helemaal lekker, hè? Je zat er echt behoorlijk mee te kloten met die band. Wij vonden niet dat je er heel goed mee deelde. Je had er beter mee om kunnen gaan. Je bent dus niet door. Helaas. Ja. Ja, je ziet me gauw terug. Zo is het. Ja? Ik zie jou terug. Oké, is goed. Oké, vertrouwen. Ja, je bent absoluut favoriet in jouw categorie. Dankzij jouw geweldige eerste auditie. Maar ja, dan zijn die verwachtingen zo hoog. Dan moet je dat nu ook waarmaken. Je kon niet helemaal je ei kwijt in dit nummer. Dat was jammer, want wij weten allemaal dat er meer in zit. Maar dat kwam er nu niet uit. Maar ja, we zouden wel gek zijn als we jou naar huis sturen. Dus je bent door. Thank you. Sorry, je komt uit die deur alsof je echt... Ja, ik heb het echt zo gefokt. Ik ben gelukkig door en het is echt zo... Daniel, from this audition round, I think you by far were the best. So, see you in the next round. En, ik ben door. Je bent door, dat heb je geoefend. Ja, nou weet je niet wat ik zeg, hè? Wat zeg ik nou allemaal? You practice that that sentence. Een beetje. Een beetje. But great. Yeah. You're true. Thank you so much. That's all it counts. Bij mijn auditie in Heineken Musical was het een beetje wissel. Dus ik hoop hier in de X-Campus om toch de juryleden... nog meer te overtuigen van wat... Internationaal. Dit is Sebastian. Is een van de beste vrienden van Ben Saunders. Maar in tegenstelling tot zijn buddy is zingen niet zijn grootste talent. Overleefd. Zij mogen proberen een plek te verdienen in de live shows. Zij gaan door in X Factor. Yeah, yeah.